Mijn naam is Stefan, ik ben 26 jaar en ik werk als koerier. Hallo. Is dat goed? Ja, dankjewel. Mijn dagelijkse werkzaamheden beginnen meestal met een bakje thee of koffie of chocomel. Dan kijk ik welke route ik die dag moet rijden en zet ik de bus neer en begin ik met laden. Op het moment dat ik klaar ben met laden, begint mijn werk eigenlijk pas echt. Ga ik onderweg naar de klanten. Ik ben Mirko, 18 jaar en werk bijna een jaar als koerier. De leuke aspecten van mijn functie zijn dat ik elke dag nieuwe mensen ontmoet. Geen dag is hetzelfde en je gaat overal en nergens heen. Nou, je spreekt met Stefan, ik heb medicijnen voor u bij. Mijn naam is Raymond, ik werk voor Randstad Transport en daarbij bemiddel ik koeriers naar mooie banen. De eisen om koerier te worden zijn, je moet je rijbewijs B hebben, je moet zelfstandig kunnen werken en daarnaast moet je sociaal met je klanten om kunnen gaan. Het aanbod van onze vacatures is zo groot dat wij heel makkelijk mee kunnen gaan in jouw persoonlijke wensen. Wil je part-time werken, wil je fulltime werken, bij welke opdrachtgever, welk werk je ligt jou het best. Zo heb je bijvoorbeeld boodschappenbezorging, je hebt pakkettenbezorging, je hebt medicijnenbezorging. Eigenlijk is er voor ieder wat wils. Bij Randstad gaan wij persoonlijk met jou in gesprek om te kijken wat jouw doorgroeimogelijkheden zijn. Dat kan zijn een opdracht bij een andere opdrachtgever, maar dat kan ook zijn een omscholing tot vrachtwagenchauffeur of tot buschauffeur. Ik zou anderen aanbevelen om koerier te worden omdat de vrijheid erg leuk is. Je reist door het hele land, je ziet plekken die je anders niet zou zien. En het kan zijn dat ik tussendoor nog gebeld word van oh, je moet dit nog doen of je moet dat nog doen. Dat komt dan tussendoor, dus ook is elke dag ook wel anders. Wat doe jij morgen?